Goeiedag en welkom bij deze aflevering van De Nieuwe Politiek. Nou, ik ben hier bij Susan So en vandaag heb ik gesprek met Tessa Leusja. En zij is van het Cultuurfonds. Inmiddels zijn er is er een fonds vrijgekomen dat in verband met de excuses die zijn gemaakt door de Nederlandse regering. En Tessa gaat ons wat meer vertellen over het Cultuurfonds en waarvoor ze staan en wat ze doen. En ook natuurlijk het potje dat vrij is gekomen. Ja. Goeiedag, nou, Tessa. Heel graag. Ja, welkom. Dankjewel, Natasja. Dankjewel. Ja. Ik vind het heel leuk om iets te vertellen. Gelijk al even een correctie, want ik werk voor het Cultuurfonds. Okay. En dat is een private organisatie en dus niet van de Nederlandse overheid. En dat is gelijk ook het hele mooie. De Nederlandse overheid heeft excuses gemaakt voor de slavernij. President Rutte. Daarvoor heeft de Nederlandse bank ook excuses gemaakt voor de slavernij. Een half jaar eerder ongeveer. Zo. Heeft de president van de Nederlandse bank excuses gemaakt. En de Nederlandse bank heeft het niet daarbij gelaten. Die is gelijk gaan zoeken naar een vorm van reparatie. He, en die heeft een berekening gemaakt en gezegd, oké, wij willen een bedrag gaan besteden voor de nazaten van de slavernij in Suriname en op de Caribische eilanden. En dat is bedoeld voor talentontwikkeling, allerlei activiteiten op het gebied van cultuur, natuur, sociaal-economische ontwikkelingen. Ja. Dus eigenlijk zijn wij al aan de slag gegaan, terwijl de Nederlandse overheid nog aan het bedenken is hoe ze het beste aan de slag kunnen gaan. Yes. Om iets te doen. Yes. Voor nazaten van de slavernij. Oké, dat is goed om te horen en bedankt voor de correctie ook nog erbij. Dan is meteen mijn vraag van, oké, hoeveel middelen zijn er beschikbaar? Ja, het gaat om een bedrag van 5 miljoen en dat gaan we in 10 jaar besteden. Dus we nemen onze tijd om mensen in de gelegenheid te geven om projecten te bedenken, projecten te ontwikkelen, maar ook om partnerschappen aan te gaan met personen en met organisaties. Zodat je niet alleen maar een project doet en dan is het afgelopen, maar dat je ook een langere relatie hebt en elkaar blijft volgen en hopelijk groeit naar iets heel moois. Juist. Want eigenlijk voor de duidelijkheid wil ik toch even dat je wat meer vertelt over het Cultuurfonds. Wat ze eigenlijk precies doen, misschien hoe lang ze al actief zijn in Suriname, want het is niet hier begonnen. Nee, klopt. Ja. Het Cultuurfonds bestaat al heel lang. Kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht, heette toen nog het Prins Bernhard Cultuurfonds. Daar kennen de meeste mensen het Cultuurfonds van. En wij zijn al langer actief in Suriname. We hebben een erfgoedbudget, wij noemen het een erfgoedregeling. En daarmee ondersteunen we al langer de mooie panden in de binnenstad bijvoorbeeld. Organisaties die die panden niet helemaal zelf kunnen onderhouden. Dat deden we al langer vanuit Nederland. En met nu de gelden van de Nederlandse bank erbij is er dus meer budget om te besteden in Suriname. En heeft het Cultuurfonds mij aangetrokken om te helpen. Om hier te kijken naar wat zijn mooie projecten en hoe kunnen we mensen en organisaties vooruit helpen. Oké. Het Cultuurfonds is dus al enige tijd bezig hier in Suriname. Er is nu een potje vrijgekomen dat is dan bij het Cultuurfonds terechtgekomen via de Nederlandse bank. Klopt. En het gaat om een bedrag van zeg maar 5 miljoen. Hoe is dat alleen voor Suriname? Beschikbaar? Nee. Ja. Nee, het bedrag is opgedeeld voor de Caribische eilanden. Daar is ook een Prins Bernhard Cultuurfonds. Zij heette daar nog zo en die gaat over de bestedingen daar. Er is een klein deel gereserveerd voor Nederland, waar organisaties in Nederland die dus ook ofwel deel uitmaken van de doelgroep nazaten van de slavernij of projecten hebben ten behoeve van die doelgroep. Ja, dus het kan door, het kan ook voor zijn. Daar is een deel van het budget ook daarvoor bedoeld. En hier in Suriname hebben wij dus ook een jaarbudget. Hè, en gaan we 10 jaar erover doen om ieder jaar datzelfde budget uit te geven. Juist.
En hoe groot is het budget? Wij hebben een budget van 175.000 per jaar euro. Okay. En een aanvullend budget van 50.000 euro. En dat aanvullend budget is bedoeld voor ideeën, organisaties die net niet passen binnen die criteria van nazaten van de slavernij, maar wel heel belangrijk zijn. En ik geef dan gelijk een voorbeeld. Trouwens, belangrijk om te zeggen, het project hoeft niet te gaan over de slavernij of over de geschiedenis. Hè? Okay. Het kan bedoeld zijn om wel een nazaat van de slavernij vooruit te helpen. Ja. We hebben bijvoorbeeld een mooi project gehad van mensen die een crash zijn gestart. Die hadden ze eigenlijk al, maar die hadden behoefte aan een uitbreiding. Het is een buurtcrash. Mensen kunnen daar terecht, vrouwen kunnen daardoor makkelijker gaan werken. Dus dat hebben we ondersteund. Maar een voorbeeld van een aanvullend project dat we hebben gedaan is de theaterschool On Stage. Die we hebben geholpen met een nieuwe belichting en nieuwe geluidsapparatuur. En de gedachte daarachter was, er zijn zoveel organisaties die gebruik maken van de theaterzaal. En als die theaterzaal ophoudt te bestaan, omdat de apparatuur stuk is, dan kunnen ook al die andere organisaties daar geen gebruik meer van maken. En dat is dus een belangrijk project voor veel meer organisaties. Juist. Ja. Oké, we komen straks op dat stukje. Ja. Want dan kom ik bij mijn volgende vraag. Is dan, voor wie is wie? Wie kan aanvragen? Is het zeg maar alleen bedoeld voor de nazaten van de doodslaaf gemaakt of kan iedereen aanvragen? Nou, nazaten van de slavernij, daar horen inheemse ook bij trouwens, ja. Die ook natuurlijk onder slavernij hebben geleefd. Stichtingen en verenigingen kunnen aanvragen, dus organisaties die geen winstoogmerk hebben, die kunnen aanvragen. Maar ook individuen kunnen aanvragen. Het voorbeeld van de crash die ik net noemde. Maar het kan ook zijn dat je als individu zegt, zo, ik zou heel graag voor de ontwikkeling van mijn talent zou ik die training willen volgen. Of ze hebben me uitgenodigd om deel te nemen aan iets in het buitenland. Misschien Curaçao, Frans Guyana, Nederland. Maar ik heb de reiskosten niet. Ze betalen in Nederland het een en ander, maar net niet dat. Dan hebben we ook een individuele regeling. Okay. En dan kun je dus een bedrag aanvragen tot 2.500 euro als tegemoetkoming voor dat stukje wat je zelf net niet hebt. Ja. Volgt u ook zeg maar, in de gemeenschap wat mensen vinden over het hele gebeuren van het geld wat vrijkomt voor de nazaten van de tot slaaf gemaakt? Volgt u het een beetje? Ja, zeker. Ik volg het heel nauw. Ja. Want kijk, men is de vraag van oké, voor wie kan daar aanspraak op maken? Mm-hmm. Want men is echt gericht op van oké, het is eigenlijk alleen maar bedoeld voor de nazaten van de tot slaaf gemaakt, dus de inheemse en de Afro-Surinamers noem ik ze maar even zo. En daarbuitenom mag eigenlijk niemand echt zich ermee bemoeien. Hoe staat het cultuurfonds daar tegenover? Oké, ik denk dat je hier wel een beetje verward. Dus de overheidsgelden van de Nederlandse overheid, die dus nog vrij moeten komen. Hè? Dat is dus een bedrag van 33 miljoen is er toegezegd. Dus dat is een hele andere pot natuurlijk. Juist. En de Nederlandse overheid zal eigen criteria gaan vaststellen. Juist. Wij werken dus met het geld dat de Nederlandse bank heeft vrijgemaakt. Ja. En de bank heeft dus berekend dit bedrag bedoeld voor de doelgroep die de bank dus heeft benadeeld in het verleden. Ja. Omdat de bank slavernijtransporten bijvoorbeeld mede financieren. Ieder fonds heeft een bepaalde begrenzing. Hè? Ik heb heel lang gewerkt bij de Nederlandse ambassade. En daar is het hoofddoel Nederlandse makers ondersteunen. Die iets willen doen in Suriname. Ja. Ieder fonds heeft bepaalde criteria. En als je dus niet binnen de criteria valt, kan je dus kijken, is er een ander fonds waar ik dan wel beter bij pas. Ja. Maar het is niet zo dat wij langs een meetlat gaan meten hoeveel procent Afro-Surinaams ben je nou? Ja, heel veel mensen hebben natuurlijk Afro-Surinaams bloed. Juist. Ik heb een zoon, hij is spierwit. Maar mijn vader was echt een Creoolse man. Juist. Hij is ook een nazaat. Juist, het is echt complex. Het is heel complex. Juist. Dus ik zou zeggen, kom gewoon met je idee en dan gaan we kijken.
En het kan ook best zijn dat het mensen zijn die zelf niet tot die doelgroep behoren, maar wel iets doen met de doelgroep of voor de doelgroep. Ja. Ja. Kijk, de gedachte is wel belangrijk dat als je de geschiedenis bekijkt, zijn Afro-Surinamers achtergesteld, hè, omdat ze niet na de slavernij compensatie hebben gekregen. Klopt. En dat werkt tot op de dag van vandaag door. Als je ooit een perceel hebt gehad, dan heb je erop gebouwd en je hebt een lening kunnen aanvragen, noem maar wat. Dus je hebt een flinke voorsprong gehad. En ja, dit soort regelingen zijn ook bedoeld om die, ja, om die achterstand te verminderen. En dan blijven het natuurlijk relatief kleine bedragen, maar het kan je gigantisch helpen. Ja. Hè? Als je net helemaal geen budget hebt, maar je wil ongelooflijk graag iets doen op cultureel gebied. Natuur hebben we ook als sector. Sociaal-economisch in mindere mate, omdat onze expertise daar minder ligt. Maar je wil iets doen en je hebt dat startkapitaal niet. Yes. Kom praten. Oké. Okay. En daar is het voor bedoeld. En als je zegt van ja, maar ik pas misschien niet helemaal binnen de criteria, maar ik heb een fantastisch plan, dan zou ik zeggen, kom ook nog even praten. Want we hebben dus dat aanvullende fonds juist bedoeld voor mensen die buiten de boot vallen, ja, maar wel met een heel mooi plan lopen. Oké, okay. Nou, dat is goed om te weten natuurlijk. Ja. Maar toch. Ja, stel je vraag. Het is echt een moeilijk onderwerp eigenlijk om over te praten. Want men zegt altijd van, oh, er worden mensen uitgesloten. Maar het leeft toch in de gemeenschap van, de mensen die daarnaast zaten zijn van de tot slaaf gemaakte, de inheemse en de Afro-Surinamers, noem ik het maar even onder één dak. Mm-hmm. Die hebben niet zo'n kennis van projectaanvragen. Ja. Dus eigenlijk vallen ze al meteen buiten de boot. De bedoeling is dat we heel laagdrempelig zijn. Ik vind het een hele goede vraag die je stelt. Je kan bellen. Je kan een videoboodschap inspreken, heel kort. Okay. Je kan dat doen in het Surinaams. Als je er helemaal niet uit komt, kunnen we een afspraak maken, kunnen we gaan zitten. We willen ook gaan naar het binnenland om de mensen daar wat meer te vertellen. We zijn gestart in Suriname met weinig bekendheid inderdaad. In het buitenland is er meer bekendheid aangegeven. Ook om te kijken van welke reacties krijgen we en waar lopen mensen tegenaan. En nu zijn we ready om met een e-flyer wat meer bekendheid te gaan geven. Dat gaan we doen in het derde kwartaal. Om naar buiten te treden, naar de pers. Dus jij bent de eerste die mij had benaderd, heel goed. En, maar we zullen dat ook nog meer gaan doen. De krant en ik hoop ook de radio. Om, weet je wel, te vertellen. Maar ik heb al een groot netwerk, omdat ik zo lang bij de ambassade werk. Ik woon ook al bijna 30 jaar in Suriname. Je hoort het niet echt aan mijn stem, maar het is wel zo. Dus het gonst. En we hebben geen gebrek aan belangstelling. Want we hebben nu 2 aanvraagrondes gehad. Met heel veel aanvragen, mooie ideeën. Ja. En we hebben ook al behoorlijk wat organisaties kunnen helpen. Oh, dat is heel mooi om te horen. Het gonst. En ik hoop na deze uitzending dat nog meer mensen ervan afweten. Ja. Oké. Nee, dan als je nog even voor me kan herhalen hoe de mensen in aanmerking kunnen komen voor zo'n fonds, dan lijkt het me heel goed. Ja. We hebben een website. Als je de mogelijkheid hebt om op een website te gaan kijken, dan vind je ons hetcultuurfonds.nl. En daar vind je een onderwerp, een onderdeel, DNB Suriname. Lees daar even door. Als je dat toch ingewikkeld vindt, stuur me een mailtje of bel. Mijn gegevens staan daarbij. Er staat ook een foto van mij. En dan kunnen we even praten. Het belangrijkste is dat je een idee hebt. En dat je ook denkt dat je het idee kan uitvoeren. Want een project bedenken is één, maar kun je het ook uitvoeren? En daar kunnen we dan over praten. Je mag samenwerken met andere organisaties, graag zelfs. Dus je hoeft iets niet alleen te doen. Dus je denkt, ik heb een heel mooi idee, maar ik denk niet dat ik het alleen kan. Dan kan ik je misschien ook helpen. Misschien is deze organisatie een mooie partner voor jou. Het is wel goed om te zeggen dat we het liefst ideeën, plannen hebben die voor een grote groep bedoeld zijn. Hè, dus niet individueel alleen maar dat je zegt, ik heb een auto nodig, dus. Nee, ik heb een organisatie
En wij doen gemeenschapswerk. Ja. Wij helpen jongeren, wij helpen leerlingen. Wij willen heel graag een theaterstuk maken. We willen een documentaire maken over onze gemeenschap. We willen muziek willen we. Hè? Dat is ook een leuk voorbeeld trouwens. We hebben een brassband geholpen met nieuwe instrumenten. Zo. En een heel mooi project, want dan kunnen ze straks weer optreden. De instrumenten worden nu gemaakt. Die komen dan hier naartoe. Kunnen ze weer optreden, kunnen ze weer geld verdienen. Die instrumenten waren in COVID kapot gegaan, verloren gegaan. Ja. Maar dan heb je er wel zelf een voordeel bij. Je hebt je instrument weer, maar je gaat ook spelen, je gaat geld verdienen. Je gaat met andere mensen muziek uitwisselen, weet je wel. Het is ook een grotere impuls dan voor jou alleen. Als je een idee hebt, benader me gewoon. Ik sta open voor alle mooie plannen. Ja. Ja, dat is helemaal goed om te horen. En hoe lang zijn jullie al precies bezig? We zijn met het DNB-fonds, hè, wat dus staat voor de Nederlandse Bank. Yes. Zijn we begonnen in oktober. Okay. En we hebben onze eerste ronde gehad, de aanvraagronde. Wij doen dat per kwartaal. Dus we verzamelen eerst alle plannen. Ik geef mijn reactie. Ja. En als de plannen goed zijn, dan leg ik ze voor aan de commissie. En dat is wel goed om te zeggen. Ik ben de coördinator. En we hebben 4 adviseurs. En dat zijn 4 experts uit verschillende gebieden. Hun namen staan ook op de website. En gezamenlijk, met een medewerker uit Nederland, hebben we dan een vergadering. En we vergaderen over ieder project. Okay. En dan besluiten we, we gaan hier bedrag aan toekennen. Of dit project moet nog wat sterker worden. En sommige projecten helaas passen niet bij onze criteria. Hè. Die moeten misschien bij een ander fonds. Ja, en dan kunnen mensen van start met een toekenning. En dan houden we ook contact natuurlijk, hoe gaat het? Als het kan, kom ik kijken. Dat kan niet bij ieder project natuurlijk. Yeah. Maar als het een project is waar je een publiek verwacht op een gegeven moment, dan kom ik graag kijken. En zo houden we contact. En wie weet, na een jaar of misschien langer, is er een vervolgproject, weet je wel. Yeah. En ik hoop dus op mooie samenwerkingen met een heleboel partijen. Die in Suriname al actief zijn op verschillende gebieden. Juist. En is het misschien ook zo dat het Prins Bernhard Fonds, dus dit fonds, ook organisaties benadert? Dat ook wel, ja. Dat ook wel. Het Cultuurfonds heten we dus nu. Een stukje makkelijker. Juist. Als ik iets lees in de krant, dat ik denk van, dit zou heel erg geschikt zijn, ja, dan ga ik actiever op uit. Er zijn natuurlijk al een hele hoop mensen die ik al kende, vanuit mijn vorige functie. En die weten mij dan te volgen. Die zijn mij een beetje gevolgd. Ja. En die zeggen het ook weer verder. Juist. En dat vind ik mooi, dat er steeds meer mensen op ons pad komen. Leuk ook om te vertellen is dat je dus als individu kunt aanvragen, wat ik eerder al zei. En op die manier zijn er onlangs 2 dansers naar Nederland gegaan om te dansen in een voorstelling die Krombanti heet. Dat zegt al wat, Krombanti. Juist. Op Winti geïnspireerd dansvoorstelling was het. En ze zijn nog daar, meen ik, geweldige ervaring. Dus ze waren uitgenodigd, ze hadden niet genoeg budget om die reis te maken en verblijfskosten. Dan kunnen wij inspringen. Ze kunnen hun talenten laten zien. Het staat prachtig op hun cv. Ze hebben contacten opgedaan, ze hebben veel bijgeleerd. En dan komen ze terug naar Suriname en dan kunnen ze daar verder mee. Het is heel breed. Heel breed. Dus daarom, als je twijfelt of je hebt gewoon een idee, leg het voor. Denk niet van, ik kan niet geweldig schrijven. Het is geen speloefening. Je kan iets anders heel goed, want anders zou je ons niet benaderen. Ja. En we hopen ook landelijk, hè? Dus niet alleen Paramaribo. We hebben projecten in Mungo ook. Doen we met een stichting daar, die het Beatrix Theater weer opnieuw tot leven wil brengen. Zo. We hopen natuurlijk. Binnenland staan we voor open, hebben we ook al een projectje daar gedaan. Nikeri, Marowijnen, Para willen we nog graag horen. Oké. Dus, Het is op heel Suriname in ieder geval, kan er gebruik van maken. Ja. Dus dat is wel belangrijk ook om te weten. Ja. En dat de mensen zich vooral uitgenodigd voelen om het te doen. Ja.
Ja, dat is mooie informatie, zou ik zo zeggen. Ja. Eigenlijk wilde ik wel een vraag stellen van hoe er dat bedrag tot stand is gekomen van 5 miljoen. Maar ik denk dat ik daarover met de Nederlandse bank moet gaan praten. Ja, dat zouden we ook niet weten. Wij zijn de uitvoerder daarvan. Juist. En dat zijn vragen die je aan de Nederlandse bank kunt stellen. Die zou ik graag willen horen. Ja. Ze waren hier onlangs. Ja, want eigenlijk is het toch best wel een beetje vreemd dat... Ik heb vragen gesteld aan de regeringsleiders, de ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën. Mm-hmm. En ze wisten helemaal niks van het fonds af. Dat vond ik eigenlijk al vreemd. Mm-hmm. Maar ja, heb jij een idee hoe dat zo komt? Ja, nou zeker. Wat ik in het begin al zei, we zijn een privaat fonds. Dus we zijn niet verbonden aan de Nederlandse overheid. Nee. We zijn echt een particuliere organisatie, groot ook in Nederland, met een paar honderd medewerkers. En dat is geld wat eigenlijk in vertrouwen bij het fonds wordt gesteld. En dat noemen we fondsen op naam. Dus mensen die heel graag geld willen doneren aan cultuur in Nederland, die kunnen een fonds op naam starten. Ja, ja. En al die fondsen op naam, die worden beheerd door het cultuurfonds. Hè? Van dus geld wat mensen in vertrouwen bij ons onderbrengen. Ja. En de Nederlandse Bank heeft dat dus ook gedaan. Voor dat geld wat zij in Caribisch gebied en in Suriname willen uitgeven. En een deel dan in Nederland. Dus wij hebben eigenlijk helemaal niks te maken met de Nederlandse overheid. En ook niet met de Surinaamse overheid? We werken natuurlijk heel graag samen. Ja. Absoluut. Maar het is privaat geld. Het is geld van private organisaties. Juist. Dat we in Suriname uitgeven. Oké, brengt een stukje duidelijkheid. Ik hoop het. En het wachten is dus nog op de Nederlandse overheid. Die wel natuurlijk zal samenwerken, neem ik aan, met de Surinaamse overheid. Voor het grotere bedrag, het bedrag na de comma dan eigenlijk. Ja. Maar daar hebben wij als cultuurfonds dus... Daar niks mee te maken. We zijn collegiaal natuurlijk. Ja. Maar wij kunnen van start. En ik denk dat dat ook best uniek is. Dat wij niet hebben gewacht. Nee. Dat we al aan de slag gaan. Want ik denk dat de nood hoog is. Suriname heeft geen eigen middelen om aan cultuur iets te doen. Op het gebied van natuur ook nauwelijks. Nee. Dus ik denk dat de tijd rijp is om met zoiets van start te gaan. Dus we hebben niet gewacht. Nou, mooi. Ja. En hartstikke bedankt voor dit gesprek. Er is heel wat duidelijker geworden, in ieder geval voor mij. En ik hoop ook voor de gemeenschap. En dat ze gewoon kunnen aankloppen en dat ze zien dat het laagdrempelig is. En dat ze niet heel veel hoeven te schrijven. Dat ze gewoon een belletje kunnen plegen en waarschijnlijk dan verder geholpen worden. Ja, heel goed. Het laatste wat ik misschien nog wil zeggen is, we hadden dus al een regeling op het gebied van erfgoed. Dus dat wil zeggen de historische gebouwen. Maar erfgoed kan ook immaterieel erfgoed zijn. Ja, dus het behouden van tradities. En dat is dus niet alleen maar voor de Afro-Surinaamse groep. En daarvoor kun je dus ook een beroep doen op ons. Je bent een organisatie, misschien een Javaanse organisatie, Chinese organisatie. En je hebt bepaalde tradities die je zou willen bewaren. Daar is geld mee gemoeid. Juist. Je gebouw, een oud kerkgebouw, noem maar op. Dat kun je ook aankloppen. Dat staat dus even los van de gelden die de Nederlandse Bank beschikbaar heeft gesteld. Nee, helemaal duidelijk. Ja? Ja. Goed, fijn. Dankjewel voor het gesprek. Nou, graag gedaan. En dat heeft u dus mogen horen van Tessa Leusou. Die is dus gebonden aan het Cultuurfonds. En het is allemaal heel erg drempelig. Er was wat onduidelijkheid. Dat de overheid, zeg maar, de Surinaamse overheid, niet op de hoogte was. Maar ja, dat is nu duidelijk geworden. En ze staan helemaal apart, los daarvan. En u kunt dus, als u een goed idee heeft, indienen, bellen, mailen, schrijven, video maken en opsturen naar Tessa. Check de Facebookpagina van Cultuurfonds of de website. En dan komt het helemaal goed. Nou, ik ben Natasja Conrad. Achter de camera staat Berto. Fijne dag.